for me, it was important that we do our next step from the last game, and I think we did it because on the one hand there was the zero on the one side and the five goals on the other side. And I think in the first half it was a very intensive game. We didn't play our best football, but it was really intensive. They fought a lot, and it was not so easy to play on the very dry pitch. That's not an excuse, but I think it was okay in the second half. Jeroen Houwe, weer een wedstrijdje gekiept hier in het eerste bij Vitesse. Dat was een tijdje geleden, hè? Ja, vorig jaar in de voorbereiding. Dus wel weer lekker om te spelen. Want in hoeverre zie jij dit als een kans, een nieuwe kans? Voor mij vind ik het een goede kans om weer te bewijzen tegenover een nieuwe staf. Een van de drie. En Pasveer heeft natuurlijk fantastisch gedaan. En heeft natuurlijk een streepje voor. En ik probeer gewoon scherp te blijven. En als die kans er komt, er te staan. Ja, want in principe kun je ervan uitgaan dat Pasveer inderdaad gewoon de nummer 1 zou zijn. Ja. Maar wil jij in dit seizoen hier als tweede keeper blijven? Zoals het er nu uitziet, wel. Want? Ja, we zijn met z'n drieën en tegenover een nieuwe staf ruik ik gewoon een kans om weer klaar te zijn als die kans er weer komt. Ik weet zelf wat ik wil halen en wanneer ik dat wil halen. En ik probeer gewoon elke dag zo hard mogelijk te werken om dat te laten lukken. Maar als we dan toch even in dat plan kijken, stond er dan ergens nog in dit seizoen ergens een keer speelminuten Vitesse 1? Die staat er wel in, ja. Die hoop ik wel af te gaan vinken. In hoeverre spreek jij daar met je vader over? Tim Cornelissen, natuurlijk ook veelvuldig gespeeld bij Vitesse. Nee, die vraagt me wel vaak hoe het gaat na de training en zo. Ik ga hem zo ook even bellen hoe het ging na de wedstrijd. Dus ja, ik praat wel regelmatig met hem erover. Wat ga je me zo vertellen? Nou, dat we 5-0 hebben gewonnen. Dat ik goed heb gespeeld. Dat ik de complimenten kreeg van de trainer. Dus goed nieuws alleen maar. Wat zei hij tegen je? Want ik zag je in de wedstrijd, zag ik zelf ook, je bleef echt heel erg rustig. Dat is echt heel... Ja, dat past wel een beetje in mijn speelstijl. Gewoon rustig aan de bal. Niet te veel paniek. En hij zei gewoon tegen me dat ik het heel goed had gedaan. And that I vooral zo door moet gaan. For me, it's important that we don't stay on one level, that we climb one stair up. You see one stair up now? Yes, I see.